Dus dat is handig met vloggen. Vlog. Hi, ik ben Martijn. Leuk dat je kijkt naar deze line-up video over Sony vlogcamera's. Sony maakt heel veel camera's, van compact camera's zoals deze tot de alleskunners in de A-lijn. En ook hele dikke cinema-camera's. In deze video ga ik je laten zien welke vlogcamera's van Sony we verkopen bij Coolblue. En ik ga je laten zien wat het verschil is tussen de ZV-1, ZV-1F en de ZV-1 Mark II. Ik kan me voorstellen namelijk dat die namen soms een beetje verwarrend worden. Zeker als je weet dat er ook nog een ZV-E10 en een ZV-E1 zijn. Komt goed. Aan het einde van de video weet je beter wat de verschillen zijn. En kan je een goede keuze maken over welke camera de beste zou zijn voor jou. Het zijn echt vlogcamera's om long content mee te maken voor YouTube en short content voor Instagram Reels en je TikToks bijvoorbeeld. En het leuke van de hele serie is dat er heel veel specificaties zijn die alle camera's hebben. Zo hebben ze bijvoorbeeld allemaal exact dezelfde sensor, ze hebben ook allemaal een flipscherm, ze hebben dezelfde batterij. Alle frame rates en de resoluties zijn ook hetzelfde. Daarnaast kan je bij alle modellen ook gebruik maken van het bokeh-effect en het zachte huideffect. En de laatste twee specificaties die hetzelfde zijn, zijn het autofocus systeem en de product showcase setting. En daarvoor zet ik de camera's even daar neer. Alright, ik heb de camera's even naast elkaar gezet en je kijkt nu door de Sony ZV-1. Wat ik als eerste wil laten zien is dat het autofocus systeem hetzelfde is. Als het goed is, is mijn gezicht netjes scherp. Als ik dichterbij kom, dan wordt de achtergrond een stukje waziger. Ook bij de ZV-1F is dat als het goed is het geval en ziet de focus tracking er hetzelfde uit. En het geldt ook voor de ZV-1 Mark II. Dus als ik wegloop en weer dichterbij kom, zie je als het goed is geen verschil. Dan, de laatste specificatie die ze allemaal hebben is dus product showcase setting. Ik moet de camera daarvoor even uitzetten en dan dus product showcase setting aanzetten. Als je bij alle camera's op de achterkant kijkt, zie je een sneltoets onder het vuilnisbakje. En als je die indrukt, dan zet je de product showcase setting aan. En ook meteen makkelijk weer uit. Nou, in dit geval zetten we hem dus aan. Let op. Normaal gesproken, als je iets filmt en je hebt autofocus, focust die in je gezicht. En als je dan iets vasthoudt in je hand, dan moet je of met je gezicht uit beeld om te zorgen dat het product in focus is. Maar de product showcase setting zorgt er dan voor dat een product in focus is in plaats van je gezicht. Ook al is je gezicht in beeld. Als er geen product is, pakt hij wel je gezicht. Is er wel een product, dan pakt hij het product. De hele lijn van Sony ZV-1 tot 1F, E10 en 1 hebben allemaal deze functie. En dit is een van de coolste functies die ik vind die ze in deze camera hebben gestopt. Nice, hè? Echt cool. Oké, dat waren de belangrijkste specificaties die hetzelfde zijn aan de hele line-up. We gaan nu even kijken naar de verschillen. En één van de verschillen, die heb je waarschijnlijk al gezien, hè, dat is de kijkhoek van de lenzen. De ZV-1, waar je nu doorheen kijkt, heeft een 24 tot 70 mm lens. En die 24 is van de drie de meest kleine kijkhoek. De ZV-1F heeft een vaste lens van 20 mm en die kijkhoek is al een stuk groter. En de ZV-1 Mark II, dat is het nieuwste model, die heeft de wijdste kijkhoek van 18 mm. Het is een 18 tot 50 mm lens, dus je kan ook nog een beetje zoomen. Maar die 18 mm is vooral handig als je aan het lopen bent en aan het vloggen bent. Want dan is het makkelijker om jezelf te filmen en ook nog zoveel mogelijk te kunnen zien van de achtergrond. Oké, dit is dus een deel van de Sony ZV-lijn en deze ZV-1 is ook echt het allereerste model wat Sony ooit heeft gebouwd in de ZV-lijn. De ZV-1F kwam erna en op dit moment is de ZV-1 Mark II het nieuwste en ook het duurste model. Het geinige is, de ZV-1F is nog steeds het goedkoopste model, goedkoper zelfs dan de ZV-1. Dat komt door een paar dingen. Ze hebben dingen verbeterd, ja, maar ook een paar dingen weggehaald waardoor die een lage prijs heeft en in mijn ogen is dat misschien zelfs een voordeel ten opzichte van de ZV-1. Het eerste wat ze hebben aangepast is de plek van het statiefschroefje. Je ziet dat die bij de ZV-1 vlakbij het klepje zit van de batterij en ook bij de SD-kaart. Was niet zo handig, want als je hem dan plaatste op een statief, moest je de camera van een statief afhalen om alles te kunnen wisselen. En bij de ZV-1F en de Mark II hoeft dat niet meer. Dus dat vond ik wel een heel handig voordeel. De lens van die ZV-1F is dus die 20 mm, zoals je net zag. En hij kan niet in- en uitzoomen, tenminste niet optisch. Ik vind het een voordeel wel dat die 20 mm wijder is dan die 24 mm van de ZV-1. En wat ze ook hebben aangepast is het menu. Dus vanaf de ZV-1F hebben ze het nieuwe Sony-menu. En dat is ietsje makkelijker te besturen. Waar die inlevert ten opzichte van de ZV-1 zijn twee dingen. Je kan foto's maken met deze camera, maar dat kan die alleen in JPEGs en niet in RAWs.
De ZV-1 en de ZV-1 Mark II kunnen wel RAW foto's maken. En de ZV-1F heeft geen ingebouwde ND-filter. Dat hebben de ZV-1 en de ZV-1 Mark II wel. En dat betekent vooral dat als je buiten loopt en er is heel veel zonlicht, dat je bij de ZV-1F moet schieten met een hele hoge f-stop om al dat licht te compenseren. En dat zorgt dan ervoor dat de achtergrond waarschijnlijk ook scherp is als hij gefocust is op je gezicht. En bij de ZV-1 en de ZV-1 Mark II hou je een beetje dat mooie bokeh-effect, omdat je die ND-filters die ingebouwd zijn kan gebruiken om dat licht zeg maar tegen te houden. Dus dat is een soort van nadeeltje, maar wel waardoor deze camera goedkoper is dan de andere twee. De ZV-1 Mark II is dus in deze line-up het nieuwste en het duurste model, maar er zitten ook de beste specificaties in. Sowieso is de lens het beste, het is dus die 18 tot 50 mm wat je daarnet zag, de wijdste lens dus. Het nieuwe menu zit hier ook in en wat echt nieuw is, is dat deze een slimme microfoon heeft. Hij heeft een soort van three-directional microfoon, dus als je achter de camera bent en je praat daar, dan pakt hij de microfoon aan de achterkant, zodat je nog steeds goed te verstaan bent. En vlog je met je gezicht in beeld, dan pakt hij juist de voorste camera. En dat vind ik het grootste voordeel ten opzichte van de andere twee, hij heeft de cinematic vlog setting die je ook ziet in de Sony ZV-E1. De cinematic vlog setting zorgt ervoor dat de beelden die je schiet meteen een compleet nieuwe look hebben en een filmische look hebben, zonder dat je daar achteraf zelf iets voor hoeft na te bewerken. Het eerste wat hij doet is twee zwarte balken toevoegen, zodat je de beeldverhouding krijgt die je ook ziet in de bioscoop. En daarnaast kan je kiezen voor een paar verschillende kleurprofielen en ook effecten. Dus je hebt bijvoorbeeld gold, ocean en forest. Daarmee krijg je een rode, blauwe of een beetje een groene gloed. Ik ben zelf wel heel erg fan van die groene look. En daarnaast kan je ook nog kiezen voor fresh, chic of monochrome voor een zwart-wit effect bijvoorbeeld. Dus je kan echt verschillende dingen uitkiezen om een bepaalde look te creëren. Het allertofste en echt handig is dus dat je met één druk op de knop en misschien een paar instellingen een look krijgt die echt compleet anders is dan een standaard camera shotje eigenlijk. Dus je gaat van een gewoon shot wat je filmt met je vlogcameraatje naar dit shot wat eruit ziet alsof je kijkt naar een film. Goed, zoals ik al zei, dit is dus een deel van de Sony ZV-lijn. Er zijn nog twee ZV-modellen, de ZV-E10 en de ZV-E1. Die E1 is veruit het duurste model. Die is ongeveer 5 keer zo duur als de ZV-1F. Maar het zijn ook camera's die echt andere specificaties hebben. Het eerste, en wat heel erg belangrijk is, is dat je bij die twee camera's de lenzen kan wisselen. Dus je zit niet vast aan een lens die op de camera zit. Maar je kan elke lens, het zijn er wel een stuk of 60, plaatsen op die camera's. Van die ZV-E10 is vooral dat het voordeel, het wisselen van die lenzen, en heeft die nagenoeg dezelfde specificaties als de andere camera's in deze line-up. Maar die ZV-E1, die dus veruit de duurste heeft, heeft nog veel meer specificaties. Ten eerste is dat de enige die een full-frame camera is in deze hele line-up. Daarnaast heeft hij een 8 keer snellere processor dan deze camera's. Hij heeft ook heel veel AI-functies en hij kan bijvoorbeeld filmen in 4K, 10-bit, S-Log 3. En eigenlijk zijn het specificaties die je bijna eerder terugziet in de Sony A-lijn, zoals de A7 III, A7 Mark IV bijvoorbeeld. Dus echt een high-end camera die veel meer kan dan deze andere camera's. Nou heb ik die twee camera's dus niet hier staan, maar van de E10 en de E1 heb ik losse video's gemaakt. En wil je dus meer informatie, zou ik zeggen, klik even hier of hier. Heb je nog vragen over de andere camera's in deze line-up? Stel ze dan onder deze video in de comments, dan kom ik er nog even op terug. Voor nu, thanks voor het kijken en ik zie je graag in de volgende video. Doei doei!